Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de Vegement Reporter. We hebben namelijk voor Vegfest 6 sprekerszalen. Dat betekent voor jou als bezoeker keuzestress, want naar wie ga je luisteren? Daarom ga ik je kennis laten maken met al onze sprekers. Hallo, ik zit hier vandaag met Sandra van de Vegan Church. Welkom Sandra. Dankjewel. Kan jij misschien alvast vertellen wat de Vegan Church is? Ja, de Vegan Church is geen nieuwe kerk. Ook al lijkt het misschien, hè, Vegan Church. Maar wij willen graag dat heel de kerk gaat nadenken over de natuur, over de aarde, over de schepping. En het zou helemaal mooi zijn als heel de kerk vegan zou worden. Dus daarom Vegan Church. En we zijn een platform van christenen die vegan zijn. Maar hoe zie jij dat dan? Ja, hoe verbind jij veganisme en het christendom dan? Want ik kan me voorstellen dat mensen soms denken... Ja, de Bijbel zegt daar eigenlijk heel iets anders over. De Bijbel, we staan in onze Bijbels die wij lezen, staat er dat we op een bepaalde manier met dieren omgegaan moet worden. Mm-hmm. Kan jij daar iets over zeggen? Hoe kan je dat bijvoorbeeld anders lezen? Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nou, heel goede vraag. In het eerste hoofdstuk van de Torah, in het eerste Bijbelboek, Genesis 1... staat in vers 29 dat God aan de mensheid het zaaddragend gewas heeft gegeven en alle vruchten. En dan is het wel apart dat juist dat vers niet zo vaak in de belangstelling staat. Dus het oorspronkelijke ideaal van God voor ons eetpatroon was vegan. Of je dat nou letterlijk neemt of niet, maar goed, stel je neemt het als een literair werk, dan is het nog interessant dat het daar staat. Pas als de zondeval komt en de zondvloed, misschien ook niet letterlijk, maar goed. Pas als dat geweest is, dan is de aarde helemaal vol met water. En dan komt Noach met zijn familie uit de ark. Ja, wat moeten ze dan eten? En pas in Genesis 9 zegt God, je mag ook de dieren nuttigen. Maar eigenlijk was dat een soort noodoplossing. En als je nou je verstand buiten de deur laat, dan zeg je, oh, zie je wel, het mag van God, dus... Daarom hebben we nu de bio-industrie met grote stappen voorwaarts. Maar naar ons idee moeten we gewoon terug naar het oorspronkelijke plan. En daarom christen en vegan. Interessant, dat is in ieder geval een hele andere manier om ernaar te kijken. Ja. Jullie gaan op Vegfest een pop-up church houden. Kan jij mij even vertellen hoe zo'n kerkdienst er bij jullie uitziet? Ja, nou misschien eerst aardig om te zeggen wat pop-up kerkdienst is. Ja. Dus op Vegfest, prachtig festival natuurlijk, dan opeens poppen we up met een kerkdienst, een uurtje en dan poppen we ook weer weg. Ja. En hoe ziet het eruit? Ja, nou, dat is altijd een beetje afhankelijk van de context en de entourage waar we zijn. Deze keer gaan we iets doen over vegan from the heart and from your heart, hè? Love. Nou, dat past ook wel heel goed bij... Precies. Motto natuurlijk. Ja, daar hebben we over nagedacht. Leuk. En uit ons hart komt liefde, dus ja. We dachten, this is love, welkom in het aardse paradijs, maar we zetten het af tegen, is this love, welkom in de hel op aarde. En als je kijkt naar de dieren in de bio-industrie of de bondindustrie of de oceanen, de visserij, in de dierentuinen, dat ervaren we wel erg als de hel op aarde. En daar gaan we dus een pop-up kerk over houden. En we hopen dus weer uit te komen bij This is Love, welkom in het aardse paradijs. Wat leuk. Een goed thema in ieder geval. Ja. Nou, jullie kerkdiensten hebben altijd dus een centraal thema. Wat gebeurt er verder nog alles? Want voor zover ik heb begrepen kan er eigenlijk van alles gebeuren, wat ik ook heel erg leuk vind om te horen. Ja, we hebben de backings gevraagd om te zingen. En misschien ken je Arianna Bakkenes van de Voedzaak en van haar blog Appel en Manna. Nee, oké. Okay. Maar zij heeft met vrienden een muziekgroep, backings. Okay. Beetje jazzy-achtig, misschien ook een beetje R&B, dat weet ik niet zeker. Maar een beetje apart, dus niet echt zo'n kerkliedjescultuur. Ja. Zij komen zingen.
En we gaan iets doen met een Thomasviering. Dat betekent dat ergens in het programma dat je een kaars kan aansteken. Of je kan kijken in het boek van Joanne MacArthur van Goats in the Machine, We Animals. En je kan je laten inspireren door de foto's die ze maakt. We hebben een grote spiegel met Psalm 139. Die psalm zegt, Heer, u kent mij zoals ik ben. Nou, je kan in de spiegel kijken en misschien helpt het om te kijken in je hart, waarom ben ik nog geen vegan geworden? Nou, zo zijn er een paar van die elementen. Een digitaal kaarsje kan je aansteken. Dus dat hebben we ook in de pop-up kerk. En er kan natuurlijk ook nog altijd wat anders gebeuren. Ja, misschien bedenk ik opeens, we doen geen Psalm 139, maar we doen heel wat anders. Precies, voor zover ik de vegan church ken, is er altijd weer een verrassing. En kan het altijd weer anders aan. Ik vind het in ieder geval heel interessant om hier meer over te horen. En heel interessant initiatief sowieso. En ik kan ook alleen maar aanrijden, ga erheen en ga kijken hoe het is. Ga het ervaren. Laat je inspireren door Sandra en de Vegan Church. En kom hier meer over te weten. Op 4 december in de Jaarbeurs in Utrecht.